De Verenigde Naties heeft het jaar 2019 uitgeroepen tot het jaar van de inheemse taal. Het directoraat cultuur heeft in dit verband een persconferentie gehouden, waarbij zij dus aangeven dat zij samen met de inheemse gemeenschappen van Suriname willen werken aan behoud van de inheemse talen. Dit alles is gevolgd door een workshop. We nemen u mee naar dit moment. Vandaag is een belangrijke mijlpaal. We hebben een belangrijk moment bereikt bij het directoraat cultuur dat we vertegenwoordigers van vrijwel alle inheemse volken in dit land bij elkaar hebben om van gedachten te wisselen over hoe wij samen invulling gaan geven aan het jaar van de inheemse talen dat dit jaar is uitgeroepen door de Verenigde Naties. We zijn maanden bezig geweest vanaf we hoorden over de instelling van dit jaar hebben we het aangegrepen als een goede activiteit om invulling te geven aan het beleid waar we al heel veel jaren bij betrokken zijn, namelijk immaterieel cultureel erf. Immaterieel cultureel erfgoed is dat sa de biggest van voor nu leer unu, sa de liep na bakagi unu. En dan praten we over alle etniciteiten in dit land, alle culturele groepen. Het is het waardevolle die wij als etniciteiten, als culturele groepen hebben behouden van onze voorouders. Het directoraat cultuur is verplicht om daar beleid op te maken. Hoe ga je het conserveren? Hoe ga je het beschrijven? Hoe ga je het overdragen? Hoe ga je de gemeenschappen, de mensen helpen om inderdaad de jongeren voldoende bewust te maken van hoe belangrijk het is dat je weet wie je bent. Dat je weet waar je vandaan komt als Surinamer. Dat je weet wat je voorouders allemaal hebben meegenomen. Want we zijn met uitzondering van de inheemse, daarom heten ze ook inheemse volkeren, zijn wij allemaal hier naartoe gebracht. Wel, wat is nu zo belangrijk dat het hier naartoe is gebracht en ook belangrijk genoeg geacht wordt om behouden te worden? Dat bepalen de mensen zelf. Niet het directoraat cultuur bepaalt dat, de mensen zelf bepalen dat. En we zijn dit jaar dus bezig, of op dit moment vandaag, met de inheemse. Maar we zijn al jaren bezig met andere groepen. Zoals de Afro-groepen, waar Nax inderdaad de Koto al heeft beschreven. Zijn nu bezig te beschrijven de Anissa. Zij hebben gezegd, als voor hun doelgroep is dat van belang. Nu om te beschrijven, bij de Javaanse broeders en zusters heeft VAJI zich bezig gehouden met de Gamalang. Ze zijn daar serieus mee bezig. En zo doen ze dat met het directoraat cultuur. Maar de andere groepen, daar zijn we ook mee bezig om hun te helpen te identificeren. En te bepalen van op dit moment vinden we dat wij dit hier aandacht aan gaan besteden. Wat houdt de workshop in die vandaag van start is gegaan? Vandaag zijn er aan de hand van concrete vragen die we op papier hebben gezet als directoraat cultuur, hebben we zullen we de mensen verdelen in groepen om dus die vragen te beantwoorden. En die vragen hebben allemaal betrekking op wat is het dat u belangrijk vindt om dit jaar zeker te realiseren. Wij hebben als directoraat cultuur hebben we groot gedroomd met deze doelgroep, met deze organisaties, deze volkeren. We zijn al maanden met ze bezig en we hebben gezegd, weet je, hoe mooi zou het niet zijn als we kunnen komen tot een informatie- en documentatiecentrum, een kenniscentrum voor de inheemsen in dit land. Als we dat kunnen realiseren dit jaar, nou, we hebben groot gedroomd. Maar we hebben realistisch gedroomd, want het moet mogelijk zijn.